Dan als laatste deel wil ik het toch nog eens hebben over de andere studiemogelijkheden die er zijn na het secundair onderwijs. Stel dat je zegt van God, secundair onderwijs, ik ben niet direct iemand die naar die BANABA gaat gaan, die BANABA, die master, die professionele bachelor. Dan kan je hier ook nog eens kijken om te zien of je daar ergens nog iets vindt wat uw interesse wekt. Dus we starten bij de opleiding secundair naar secundair. Of de SENS-opleiding wordt dat ook wel genoemd. Wat wil dat dus zeggen? Dat zijn opleidingen die doorgaan in de secundaire scholen. En om te kunnen starten heb je je diploma secundair onderwijs van hetzelfde studiegebied nodig. Of als je uit een ander studiegebied komt, dan moet je slagen voor een toelatingsklasseraad. Die opleiding duurt 1 jaar en het is ook een eerder praktische opleiding. Bijvoorbeeld zien we het zevende jaar TSO of het zevende jaar KSO. Je behaalt een certificaat. Met dat certificaat kan je dan verder aan de slag. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs. Ook dat wordt georganiseerd in de secundaire scholen. En als toelating moet je uw diploma secundair onderwijs hebben. Duurt ook 1 jaar, 1 schooljaar. En daar is eigenlijk de bedoeling dat dat een voorbereidend jaar is op richtingen die specifieke voorkennis vragen. Dus als je uit een richting komt waar je niet de nodige voorkennis en de specifieke voorkennis hebt, dan kan je via dat jaar die voorkennis eigenlijk bijspijkeren. Je kan dat doen voor verschillende richtingen. Je kan dat doen een bijkomend jaar wetenschappen, beeldende vorming, muzikale vorming, voor dans, voor woordkunst, drama of voor de Koninklijke Militaire School. Dan iets wat zeer in is. Hè. Veel studenten willen ook graag studeren of een stage lopen in het buitenland. Dat kan eigenlijk op twee manieren. Ofwel kan je gaan studeren in het buitenland via een uitwisselingsprogramma. Een uitwisselingsprogramma tussen een school en een universiteit vanuit het buitenland, samen met een Vlaamse hogeschool of een universiteit. Dat is hetgeen dat we vroeger of in de volksmond meestal wel genoemd de Erasmus. Hè. Iedereen kent dat wel. Ah ja, mijn zoon of mijn dochter is op Erasmus naar daar of naar daar. Ofwel kies je voor zo'n stage of een studeren, dan ga je eigenlijk blijf je verbonden aan je universiteit en aan je hogeschool. Ofwel zeg je, ik ga gewoon los van mijn universiteit, los van mijn hogeschool, ga ik gewoon in een ander land, in een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs, binnen of buiten Europa, ga ik een opleiding volgen of een specialisatie volgen. Dan wil ik het kort nog even hebben over de uniformberoepen. Er zijn een aantal uniformberoepen binnen Defensie wil ik bespreken en uniformberoepen binnen Politie. Binnen Defensie heb je ook verschillende niveaus. Je hebt dus het niveau van officier. Je kan gaan voor beroepsofficier en dat kan je doen via de Koninklijke Militaire School. Burgerlijk ingenieur kan je daar studeren, ofwel de sociale en militaire wetenschappen. Ofwel kan je gaan voor een beroepsofficier via de universiteit. Dat is bijvoorbeeld zo het geval voor de nautische wetenschappen, voor de industriële ingenieurs, voor de artsen, tandartsen, apothekers en dierenarts. Dan kan er ook gekozen worden voor een officier in het hulpkader, bijvoorbeeld piloot of bij het luchtverkeer. Ofwel officier in het aanvullingskader, dat kan dan zijn geneeskunde of apotheker. En dan hebben we nog een beroepsofficier via bijzondere werving. En daarvoor eigenlijk moet je al een master hebben. Er zijn ook opleidingen op het niveau van onderofficier. En dat kan dus ook in de school in Sint-Truiden.
Op het niveau van technisch of op het niveau van niet-technisch. En je kan ook kiezen voor een beroepsonderwijs, voor een beroepsofficier via de bacheloropleiding of voor een onderofficier, dus een niet-technische opleiding van beperkte duur. En je kan ook nog kiezen dan voor een opleiding tot soldaat of tot matroos. Het typische aan die uniformberoepen is eigenlijk dat je al direct betaald wordt ook voor je opleiding. En je ontvangt een deel van een loon, maar ook alle kosten die gemaakt worden voor je opleiding, die worden eigenlijk door vadertje staat betaald. Dan wil ik het kort nog eens hebben over de politie. Wat er daar belangrijk bij is, is dat die selectieprocedure eigenlijk nu veranderd is. Sinds half september is het veranderd. In die zin dat er een online inschrijving en planning voorhanden is, zodanig dat je dat kunt zien. En dat de selectieprocedure zo is dat er nu maar op één dag eigenlijk alle selecties doorgaan. De cognitieve proeven, de sportproeven, alles gebeurt op één dag. Daarna is er dan een beslissing, een soort deliberatie. En daaruit krijg je dan te horen of je geslaagd bent of niet. En pas als je geslaagd bent hierin, dan kan je eigenlijk kijken, kan je gaan solliciteren, kan je kijken, is er een sollicitatie voor de job die ik later zou willen doen? Want je zit eigenlijk nog altijd in een wervingsreserve. En het is maar als er eigenlijk een vacature is voor de job die jij wilt doen, dat je kan solliciteren voor die job. En dan pas uiteindelijk begint je echte opleiding te lopen. Dus dan kan je kiezen uit die verschillende kaders. Ofwel kan je kiezen voor agenten van politie, dat is het, ofwel kan je het basis, het agentenkader, ofwel kan je kiezen voor het basiskader, ga je gaan voor inspecteur van politie. Het middenkader, dat zijn de hoofdinspecteurs. En dan het officierskader, daar heb je de commissarissen en de hoofdcommissarissen. Dat zijn ook allemaal heel specifieke opleidingen, zowel defensie als politie. Dus ik zou u aanraden, als je daar echt in geïnteresseerd bent, want wij hebben dat hier nu heel kort overlopen, dat je toch eens gaat kijken naar die website die daar vermeld staat, jobpol.be. Daar ga je nog heel wat uitgebreider informatie vinden. Stel dat je het volledig over een andere boeg wil gooien, dan kan je ook nog naar het kerkelijk hoger onderwijs. Je hebt opleidingen binnen de Rooms-Katholieke godsdienst. Dan word je opgeleid tot priester. Dat duurt 6 tot 7 jaar. En je kan ook opleidingen volgen binnen de protestantse godsdienst. Opleidingen tot predikant, tot kerkelijk werk, tot godsdienstleraar. Dan wil ik het ook nog hebben over de Sintra-opleiding. Ik denk veel van de ouders die hier luisteren zullen dat ondertussen ook wel al dikwijls gehoord hebben. De Sintra-opleiding, dat zijn eigenlijk opleidingen die georganiseerd worden door 5 opleidingscentra met campussen eigenlijk over heel Vlaanderen. Voor de min 18-jarigen noemt dat eigenlijk leertijd. Voor de plus 18-jarigen, die dus eigenlijk niet meer leerplichtig zijn, wil dat zeggen, noemt dat eigenlijk de ondernemerstrajecten. En wat wil dat nu zeggen, ondernemerstrajecten? Dat wil eigenlijk zeggen dat je leert hoe je je eigen zaak gaat opzetten, hoe je je eigen zaak eigenlijk een stuk gaat uitbouwen en hoe je uiteindelijk die zaak zo goed mogelijk leidt. Ook belangrijk om niet te vergeten is dat we via de VDAB een aantal opleidingen kunnen volgen. Die opleidingen zijn meestal wel heel praktijkgerichte opleidingen. Ze zijn ook gericht op het verhogen van de persoonlijke competenties. En als je competenties verhoogd zijn, krijg je ook eigenlijk een hogere kans op de arbeidsmarkt. De VDAB-opleidingen richten zich hoofdzakelijk op werkzoekenden, maar het kan ook zijn dat werknemers op vraag van de werkgever nog een bijkomende opleiding volgen via de VDAB.
Op de website van de VDAB ga je hier ook heel wat informatie over vinden. Zo vind je informatie over beroepenfiches, waar dat er dus duidelijk uitgelegd wordt wat er met dat beroep eigenlijk bedoeld wordt. Er staan ook leuke filmpjes op om eens te kijken van wat is dat eigenlijk, dat beroep? Zou dat iets zijn voor mij? Plus, er wordt ook informatie gegeven over de knelpuntberoepen. Als laatste stukje wil ik het ook nog hebben over de schoolverlater. Het is ook belangrijk als je nu zegt van kijk, voor mij volstaat het. Ik ben 18, ik stop ermee, ik heb genoeg gehad aan school. Dan is het belangrijk, van dat moment ben je een werkzoekende. En dan moet je eigenlijk zo snel als mogelijk inschrijven. Je moet je inschrijven voor 1 augustus. Want hoe vlugger je ingeschreven bent, hoe rapper je beroeps- en je inschakeltijd start. Je kan je inschrijven via de website of via de werkwinkel. Pas na een jaar, als je ingeschreven bent, heb je recht op een uitkering. Vandaar is het belangrijk dat je dat doet voor 1 augustus. Wat er ook belangrijk is, het is niet alleen dat je ingeschreven bent en dat je wacht op een uitkering, maar je krijgt ook begeleiding ondertussen bij je zoektocht naar werk. Bijvoorbeeld het leren van een goed curriculum vitae schrijven of een goede sollicitatiebrief, dat kan daar allemaal aan bod komen en daarvoor kan je geholpen worden. Dus info voor schoolverlaters. Te raadplegen op die website van de VDAB, op de website van de RVA en ook op de website van Onderwijskiezer kan je zeker daar ook nog een stuk informatie over vinden. Hier sommen wij nog eens de informatiebronnen op waar je eigenlijk zegt als je na vanavond nog eens alles rustig wil herkouwen of nog eens rustig op je gemak wil herlezen. Je kan informatie vinden in de brochure, wat na het secundair onderwijs. In januari, eind januari, zijn ook weer de sit-in-beurzen worden weer ingericht in Oost-Vlaanderen en Gent. En het is zeker ook altijd interessant om individueel contact te hebben met uw leerkrachten. Om over je latere studiekeuze te praten. Je kan ook bij ons terecht, bij het CLB terecht, via de contactpersoon van je school ofwel via de chat. En je kan ook het filmpje wat wij nu gemaakt hebben, de webinar, kan je ook nog eens herbekijken op onze website van het VCLB. En als laatste, maar denk ik wel de belangrijkste, kan je ook nog terecht op de website Onderwijskiezer. Waarom vinden wij die website Onderwijskiezer nu zo belangrijk? En daar hebben wij daar eigenlijk gedurende Hans' presentatie al zoveel naar gerefereerd en zoveel reclame voor gemaakt, is eigenlijk omdat het een heel objectief en onafhankelijk instrument is die info geeft over Hans het onderwijslandschap, zowel naar inhoud, zowel naar aanbod, zowel naar instellingen en het gaat ook over alle niveaus. Dat is wel heel belangrijk en je kan het raadplegen vanuit verschillende invalshoeken, kan ook interessant zijn, zeker als je absoluut nog niet weet wat je later zou doen, dan is het interessant om eens te gaan kijken van volgens belangstelling, volgens favoriete schoolvakken, volgens beroepen die je later wil uitvoeren of volgens een aantal studiegebieden. Ook in Onderwijskiezer ga je meer informatie vinden over de belangstellingsvragen. I prefer an explorer. Herinner u wat mijn collega Barbara verteld heeft over die eikingsproeven en zo. Daar vind je een hele hoop informatie over. Ook kan je daar een keer kijken van hoe zit dat nu eigenlijk met mijn eigen studeervaardigheden. Ben ik vaardig genoeg om eigenlijk aan hoger onderwijs te beginnen? En dat kan via iStudy of die vragenlijst studeervaardigheden. En er zitten ook heel interessante instructiefiches in.
hoe onderwijskiezer gebruiken. Dus als je op de website onderwijskiezer gaat, dan kan je ook via die instructiefiches heel gemakkelijk je weg vinden. We zijn eigenlijk aan het einde beland, denk ik, van ons webinar rond studiekeuze. We hebben hoofdzakelijk het stukje verkenning in de breedte gedaan. Nu zijn er nog een stappen die door jullie, door de studenten en door de ouders en de leerkrachten nog moeten gezet worden. Dat is de verkenning in de diepte. Dan ga je specifieker gaan kijken van wat is dat nu voor mij, wat wil ik? Dan ga je naar zelfreflectie. Zou dat goed zijn voor mij? Zou dat niet goed zijn voor mij? Je vraagt raad aan wie in uw dichte omgeving is. Dan neem je een beslissing, hopelijk een goede studiekeuze, en kan je u inschrijven. Ik wil ook nog heel erg benadrukken dat je voor dat proces niet alleen staat, maar dat school en CULB u zoveel mogelijk probeert te ondersteunen. Indien je na het zien van deze uiteenzetting, want ik kan me inbeelden, we zijn toch al ongeveer anderhalf uur bezig met heel wat informatie te spuien, bij wijze van spreken, zijn er misschien wel nog een aantal vragen. Je kan terecht in onze chatbox en je kan ook mailen naar de telefoonnummers en de mailadressen van de verschillende deelnemers. Naast de mensen die verantwoordelijk zijn voor KP5, kan je ook steeds terecht bij de contactpersoon van de school. Hier staan de verschillende scholen voor secundair onderwijs die wij bedienen nog eens opgelijst. En daar zie je ook telkens de contactpersoon staan met zijn gsm en met zijn mailadres. Dan rest er mij niet veel anders meer dan jullie te bedanken voor de aandacht. En wij wensen jullie heel veel succes bij het kiezen van de juiste studierichting.